Goedenavond, allemaal raadsleden, inwoners op de publieke tribune, pers, ondersteuning. Allen heel hartelijk welkom bij deze commissievergadering, de eerste van het nieuwe seizoen, 4 september. En we hebben een agenda voor liggen met 13 agendapunten. Dat was dan ook direct de opening. Mededelingen zijn er niet. Vaststelling agenda, kunnen we de agenda zo volgen zoals die voor ligt? Dat gaan we dan doen. Het inspreekrecht, daar heeft zich niemand voor gemeld. Het vragenuurtje, er zijn ook geen vragen binnengekomen. Dus dan zijn wij alweer bij agenda punt 6. Dat betreft een lijst van ingekomen stukken. En ik wil de methodiek van de vorige keer maar volgen om ze in deze volgorde ook aan de orde te stellen. Als er dan opmerkingen over zijn, dan kunnen die in één keer worden gemaakt en kan ook eventueel een portefeuillehouder in één keer reageren. Dus geef even aan als ik het nummer noem of u er iets over wilt zeggen, iets over wilt vragen of een politiek statement wil maken. 6A1. 6A2. 6A3. Ja, mevrouw Vissering, VVD. Het gaat om een brief van het college over inzake de nieuwe dienstverleningsovereenkomst Stichting Veiligheidszorg Drenthe. Ja, ik heb verder geen inhoudelijke vraag. Alleen het betreft artikel 10 over de looptijd. Daar moet volgens mij staan 3 jaar in plaats van 4 jaar. Want de termijn is van 1 januari 2019 tot 31 december 2021. Ik weet niet of het nodig is of de portefeuillehouder daar nog op reageert, maar ik had hem ook geconstateerd. Ik ben het met mevrouw Vissering eens. Beide kan niet waar zijn wat in deze zin staat. Dus één van beide moet geschrapt. Ik zeg u onmiddellijk toe dat we het kloppend zullen maken. In het besluit staat in ieder geval een 3-jaarstermijn. Ja. Of ze moeten werk leveren van 4 jaar in 3 jaar. Dat zou natuurlijk kunnen. Ben je spekkoper? Ik ga dan liever ook maar de overeenkomst aan voor 3 jaar. Okay. Verder nog over 6A3. Niet 6A4. De heer Geertsma, CDA. Even een vraag. Hoeveel het aandeel van Koevorden is? Dat komt in die hele brief verder niet aan de orde. Het aandeel Koevorden. En u doelt dan op het bedrag of op de vouchers? Het bedrag. De heer Huizing, denk ik. Denk niet. Dat ik deze moet de heer Brink, worden. Ja, wethouder. Het aandeel is natuurlijk zeer afhankelijk van het aanbod wat zich voordoet. Dus dat is op voorhand niet te zeggen. We kunnen nu na verloop van tijd wel de resultaten melden, maar de vouchers zijn natuurlijk afhankelijk van hoeveel vraag er ook naar is en wie we daar het beste mee kunnen bedienen. Voldoende? 6A4 nog meer? Vragen? Geen vragen. 6A5? Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel. Allereerst heel mooi preventieplan wat daar gepresenteerd is. En zeker als het ook blijkt dat het op den duur heel veel effect gaat hebben, dat juichen we alleen maar toe. Wat ons echter opviel, dat er heel veel organisaties genoemd worden, de politie, de brandweer, Loverboys, etc. Maar dat Veilig Thuis Drenthe hier niet in opgenomen is. En zeker de problematiek die speelt in de huidige maatschappij, is het misschien wel een tip om dat mee te nemen in dit schoolpreventieplan. Het gaat om het evaluatieverslag schoolpreventieplan schooljaar 2017-2018. Nu wel de heer Huizing, geloof ik. Dat klopt, voorzitter. Nou, ik denk een terecht punt op zich dat de problematiek waar Veilig Thuis Drenthe voor in het leven is geroepen,
Met name alles wat zich in de thuissituatie kan voordoen, wat minder prettig is voor een kind en wat te maken heeft met geweld, denk ik. Dat het goed is als die aandacht ervoor is. Ik weet niet per se of Veilig Thuis Drenthe daar zelf degene dan ook moet zijn die de voorlichting geeft. Maar ik denk hoe om te gaan met geweld thuis en dat kinderen in ieder geval weten dat ze waar ze terecht kunnen. Ze kunnen overigens altijd terecht bij de burgemeester, die dat volgens mij enige jaren geleden al heeft gecommuniceerd, maar dat is misschien weer wat weggezakt, want dat weet niet iedereen. Ik denk inderdaad dat het heel erg belangrijk is dat een kind gewoon weet waar hij terecht kan. Dus volgens mij is het goed om eens te gaan kijken of dat in het huidige aanbod voldoende geborgd is en anders kijken of daar nog extra op kan worden ingezet. Voldoende reactie, dank u wel. Mevrouw Kadeberg, CDA. Ja, ook even over het schoolpreventieplan. In het evaluatieverslag staat dat de wijkagent al een aantal jaren niet meer structureel deelneemt. En de scholen hebben tijdens de evaluatie aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat die wijkagent zichtbaar is, zodat hij die kinderen op jonge leeftijd ook kent en herkent als ze later misschien met hem of haar in contact komen. En daarnaast wordt er ook een stuk angst voor de politie weggenomen als die agent op school komt. En nu is het afhankelijk van het verzoek van de school of van de agent zelf dat hij kan komen. Nou, het is net als wat net gezegd wordt, het risico daarvan is dat het ook snel weer wegzakt. Dus onze vraag en verzoek is om de wijkagent weer structureel onderdeel van het SPP te laten worden. Dan zijn die bezoeken niet afhankelijk van die genoemde factoren. Die genoemde argumenten voor de bezoeken vanuit de scholen zijn helder. En het lijkt ons goed dat de wijkagent standaard ruimte heeft om deze bezoeken af te leggen. Wethouder Huizing. Ja, het terecht punt denk ik dat de wijkagent, of dat goed is dat kinderen ook de wijkagent gewoon kennen. Ik aarzel even, want de opzet van het schoolpreventieplan is natuurlijk sowieso al zo dat een wijkagent ook als zou die in het aanbod zitten. En de politie heeft dus duidelijk de keuze gemaakt van we stoppen de wijkagent niet meer in het aanbod, maar op uitnodiging is die beschikbaar. Ook als die wel in het aanbod zou zitten, dan is het de school die kiest op welke onderdelen van het schoolpreventieplan ze gaan inzetten. Dus dan ligt volgens mij de keuze ook bij school. Dus ik zie eigenlijk in de praktijk dat het duidelijke aanbod er ligt. De wijkagent komt gewoon langs als de school daar behoefte aan heeft. Ik weet ook dat er veel scholen zijn die daar gebruik van maken. Dus ik weet niet of het dan zinvol is om de politie te vragen het standpunt te heroverwegen dat het niet in het schoolpreventieplan kan. Misschien dat het beter is om richting scholen nog een keer duidelijk aan te geven van let op, als die behoefte er is, dan is de wijkagent er gewoon. En die komt dan wat vertellen over de politie, over de wijkagent of over specifieke onderdelen. Ja, ik denk dat dat wel goed is om dat er elke keer wel bij aan te bieden. Dank u wel. Dat was 6A5. Dan gaan we naar 6A6. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Dit gaat over het kindpakket en over de armoede. En er wordt dan geschreven dat 10% van de huishoudens in Koevoorden onder de armoedegrens leven. En in ieder geval kindpakket. Maar heeft u de indruk, wethouder, dat u alle kinderen, huishoudens daar bereikt? Of heeft u nog het idee dat er nog wat mensen zijn die u niet bereikt? Wethouder Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Of we alle kinderen bereiken. Ik durf ook wel tegen u te zeggen dat we niet alle kinderen nu bereikt hebben. We hebben een uiterste inspanning gedaan om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. We gaan ook in de evaluatie meenemen hoe we onze acquisitie daarvoor gevoerd hebben. Want het is natuurlijk onze bedoeling om juist de kinderen die in deze omstandigheden leven juist een steuntje in de rug te geven en een goede start te laten maken op de school. Dus ook in de evaluatie zullen we kijken hoe het bereik is geweest en of de methodes die we gebruikt hebben adequaat genoeg zijn of dat die bijgesteld zouden moeten worden. Voldoende, heer Bouwers, of nog iets aan? Zou jullie ons daarvan op de hoogte willen houden? Met groot genoegen. Dank u wel. Verder nog over 6A6, minimabeleid, kindpakket niet. Dan gaan we door naar 6A7. Ja, dat is inzake de matchings-app.
Meneer Hoedemaker, D66. Dank u wel. De matchingsapp tussen vraag en aanbod, tussen uitkeringsgerechtigden en een baan. Hoe gaat u ervoor zorgen, wethouder, dat mensen op de hoogte raken van het bestaan van deze app? Is daar over nagedacht? Ja, natuurlijk hebben we daarover nagedacht. En we hebben natuurlijk heel veel contacten met mensen die bij ons een uitkering genieten. En daar brengen we hem natuurlijk onder de aandacht. En via het UWV brengen we het onder de aandacht. En via de algemene informatievoorzieningen. Okay, dat is voldoende, meneer Roenema. Nou, ik vraag het u inderdaad omdat ook niet-uitkeringsgerechtigden mogelijk hiervan gebruik zouden kunnen maken. Of tenminste ook mensen die niet van een bijstandsuitkering gebruiken. Maar dat is heel mooi. En hebt u het idee dat de app voldoende bereikbaar is voor de doelgroep? Dat beschikt iedereen over een mobiel die daarvoor toegerust is? De heer Brink. Ja, ik weet natuurlijk niet wie er allemaal over een mobiel beschikt, maar u mag, en dat weet u ook, tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon en bijna iedereen heeft ook een smartphone. En degene die hem heeft, heeft dus daar een extra mooie service bij. Dank u wel. De heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dan kan over hetzelfde onderwerp een korte vraag. Mogen we ervan uitgaan dat deze app ook voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming? De heer Brink. Voordat hij de lucht in gaat, wordt hij driedubbel gecheckt. Dank u wel. Ja, de heer Mulder, BBC, ook over dezelfde app. Ja, wederom over dezelfde app. We waren er eigenlijk enigszins over verwonderd dat er inmiddels weer een nieuwe app in de ontwikkeling is voor werkzoekenden. Ik heb er even naar gekeken en er zijn al tientallen apps online in de categorie Ik zoek werk of Werk zoek mij. En dan kan er wel een paar noemen hoor, Indeed, Young Capital, Adeco, Carrière, Vacature zoeken, Randstad, Job vinden. In 2 minuten had ik er ongeveer 30 gevonden. Dus onze vraag is eigenlijk, en een appje voor verschillende platformen kost al snel tussen de 2500 en 10.000 euro per jaar, inclusief ontwikkelingskosten. Dus onze vraag is eigenlijk, wat voegt de nieuwe Klik-app toe aan de reeds bestaande apps? Heer Brink. Het voegt onder andere toe dat het appverkeer niet alleen tussen de vraag en aanbod bekend is, maar dat er ook een relatie is met het dossier, zowel van het UWV als van ons. Dat maakt dus de coaching en de begeleiding van de werkzoekende, plus de extra service die de app biedt voor de werkzoekende, aantrekkelijk om daarmee te werken. Aanvullende vraag nog, meneer Mulder. Aanvullende vraag nog. Nou, aanvullend. De kosten van, is hier rekening mee gehouden van een app? Want ik vind dat ze nogal aan de prijs zijn, zeg maar. De heer Brink. Ja, volgens ons is het een hele marktconforme prijs voor het ontwikkelen van een app. En de eisen die wij daaraan stellen. En ik weet niet de apps die u net allemaal noemde wat die kosten, maar wij weten wel wat deze kost. En volgens ons kunnen we dat op deze wijze goed financieren. En biedt het de werkzoekende, denken wij ook, echt een extra dienst. Meneer Mulder. Heeft u een bedrag voor wat die kost? Ja, ik kan u dat bedrag zo niet uit het hoofd zeggen, maar het bedrag is wel bekend. U mag dat uiteraard weten. We kunnen u dat wel. Dank u. Dank u wel. Dat was de matchingsapp van 6A7. Dan krijgen we nu 6A8. Het schoolzwemmen hier eerder voorbij gekomen. Mevrouw Kattenberg, CDA. Ja. Nou, het was logisch dat de afgelopen periode niet geschikt was om antwoord op die vragen te krijgen. Maar mijn vraag is wel op welke termijn dat wel gaat lukken. Om meer duidelijkheid te geven, ook omdat de jongerenraad hier ook een aandeel in heeft. De heer Brink. Nou, wij willen, de zorgvuldigheid gaat nu ook even boven het tempo. Want we willen het nu ook goed uitzoeken. En we willen nu bedienen met goede informatie, zodat we ook samen een goed besluit kunnen nemen. En de jongerenraad ook van goede informatie voorzien. En de termijn, ik denk dat we het dit jaar af zouden kunnen sluiten. Dank u wel. Verder nog over het schoolzwemmen. Hetzelfde vraag en ongetwijfeld ook hetzelfde antwoord.
Dan krijgen we 6A9. Oproep voor bewuster insectenverkeer. De heer Slomp, PvdA. Verkeer zou ook mooi zijn, maar het gaat om insectenbeheer. Voorzitter, dank u wel. Ons voorstel zou zijn om dit stuk te agenderen voor een volgende commissiebehandeling. En onze insteek zou daarbij zijn om in deze commissie als politieke partijen eens van gedachten te wisselen wat we als gemeente op dit gebied zouden kunnen doen. Natuurlijk gaan we aan de slag met de pilots natuurlijk bermbeheer, waar overigens een groot enthousiasme voor is in onze gemeente. Maar je kunt natuurlijk veel meer doen en wij zijn benieuwd hoe de andere fracties hierover denken. En wellicht kunnen we daar dan ook een reactie van het college op krijgen. Dank u wel. De agendacommissie ziet de motivering graag tegemoet. Zijn daar anderen die nog iets over willen zeggen of vragen? De heer Mulder, BBC. Nou, eigenlijk in het verlengde, de vraag is eigenlijk, wat doet de gemeente aan insectenvriendelijk groenbeheer? En we zijn ons natuurlijk van bewust dat we in een groene gemeente wonen en al die dingen die we al doen. Maar ik denk dat we ons aansluiten bij PvdA even. Ja, dan kan ook in die commissievergadering eventueel daar antwoord op gegeven worden. Kan er in ieder geval naar gevraagd worden. Dus er hoeft nu geen antwoord op te komen en dat kan dan. Verder, heer Hoedemaker, D66. Ik sluit me van harte aan bij het voorstel van de PvdA om dit inhoudelijk te behandelen in een volgende commissie. En de heer Stoker, PAK. Het wordt eentonig, maar de fractie van PAK ondersteunt dat ook. Dat dacht ik al. Tot zover het verkeer in deze commissie. Ja, mevrouw Kattenberg ook nog. Ja. Ja, nog even over berichten aan de verstuursters van deze epistels. Misschien is het een idee dat het college daar een reactie aan hen geeft. Nou, misschien nu wel met dat het verder gaat besproken worden. Maar het is wel netjes dat zij iets terug horen. Dat vragen ze immers ook om. Zouden ze zelfs gebruik kunnen maken van eventuele uitnodiging om erbij aanwezig te zijn, dan wel om het via de digitale weg te volgen? Klopt. Dat zou een hele mooie oproep zijn. De heer Huizing, wethouder. Ja, voorzitter. Uiteraard mooi dat de raad zo breed wil dat dit onderwerp besproken wordt. Ik geef nog als overweging in uw midden dat ik heb de termijn niet helemaal, maar op korte termijn zal er sowieso ook een stuk over bermbeheer aan u worden aangeboden. Dus wellicht is het handig om dan te zeggen, nou, laten we niet de volgende commissievergadering doen, maar even kijken wanneer dat precies is. Dat kunnen we uiteraard even aan de agendacommissie doorgeven dan. Hoeven we niet twee keer in korte tijd over hetzelfde onderwerp te praten. Nou, dan stel ik voor dat de verzoeker of verzoekers in ieder geval een verzoek doen aan de agendacommissie. En dat ook de wethouder even aangeeft richting de agendacommissie wanneer dat ongeveer wordt verwacht. Dan kunnen we dat als agendacommissie kijken wanneer dat op de agenda past of het nog te lang duurt of niet. Zullen we dat zo afspreken? Ja? Goed. Dank u wel. 6A10 krijgen we dan. Wie wil daar iets over zeggen? De heer Stoker, PAK. Het gaat om de motie van gemeente Bergeijk in de zaken het niet boren naar gas. Ja, voorzitter. Ik ga niet vragen om de motie te ondersteunen, maar er vallen wel een paar dingen op. Het verbod op commerciële winning van schaliegas is volgens ons tot 2023 gehandhaafd. En dat is ook afgesproken in deze kabinetsperiode. Er zouden geen opsporingsvergunningen worden afgegeven voor de nieuwe gasvelden op land. En hier valt ook schaliegas onder. Schijnbaar is er in Bergeijk een andere beweging gaande. Nou, om te voorkomen dat wij ooit ook weer daar met dat soort zaken in de gemeente Koevoorde te maken krijgen, hecht mijn fractie de waarde aan om te zeggen dat wij tegen de winning van schaliegas zijn en fracking in de gemeente Koevoorde. En mocht het ooit zover komen, dan zullen we TZT daar ook een motie over indienen. Dank u wel. Dat was een politiek statement wat inderdaad ook bij deze ingekomen stukken kan worden gegeven. Dank u wel. Verder nog over dit punt? Niets. Dan hebben we 6A11. De heer Hoedemaker, D66. Het gaat om de motie van de gemeente Simpelveld in zaken proceskosten van de WOS-bezwaren. Ja, inhoudelijk heb ik hier
wel wat vragen over. In zoverre bedoelt de gemeente Simpelveld gaat uiteraard over zijn eigen moties. Maar ik vraag, deze motie doet bij mij wel de vraag rijzen van hoeveel inwoners of hoeveel huishoudens in Coevorden hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Het lijkt mij een technische vraag die dan het beste... Het zou een wonder zijn als ik daardoor het hoofd zou weten. Ach, ja. Ja, ik dus daar moeten wij op terugkomen, denk ik. Okay. Is dat de enige vraag, hoeveel? Ik had er nog drie, maar die stel ik dan ook op dezelfde schriftelijke manier, want die zullen ook als technisch gekwalificeerd worden. Dank u wel. Dat was 6A11. 6A12. 6A13. Ja, de heer Stoker. Het gaat om de brief van 1 juli en zaken de prijsstijging drinkwater WMD. Ja, voorzitter, zonder op die inhoud in te gaan. Ik ben wel heel erg benieuwd waarom deze brief als vertrouwelijk in het systeem is opgenomen. Want ik moest hem in ieder geval downloaden. Dat is gewoon mijn vraag. Ja, heeft dat te maken met de afspraak die wij hier hebben gemaakt, althans de meerderheid van de raad, dat wij zaken de komende 10 jaar wat minder makkelijk in het openbaar bespreken? Dat is wel voor mij een vraag. Waarom was deze dus als vertrouwelijk in het systeem opgenomen? Er is afgesproken dat de ingekomen stukken in ieder geval niet openbaar worden gepubliceerd. Tenminste op de site. En dit is een vertrouwelijk omdat er naam en adresgegevens in vermeld stonden. Tenminste, Bouwmeester nog een aanvulling of volgens mij? Nee, volgens mij is het correct. Okay. A13, ja, de heer Bouwers, PPC. We gaan er helemaal over de A12, hoor. A12. Oh, A13, ja. Toch 13. Nee, dat gaat helemaal over de jaren die worden opgerekt. En wij hebben daar toch wel een vraag over. En ik weet niet, is dit nog een gevolg van dat de WMD toch wel pech heeft gehad? Of pech, ja, hoe noem je het? In ieder geval, ze hebben behoorlijk in de buidel getast. En is dit hier de oorzaak van? Vraag aan de heer Zwiers. Nou ja, op het moment dat wij zouden vinden dat het resultaat van een WMD juist hoger zou moeten worden, dan zouden we deze maatregel juist niet moeten nemen met elkaar. Maar het heeft daar ook inderdaad niet zo heel veel mee te maken. Het heeft alles te maken met het feit dat ook in onze omliggende waterbedrijven de afschrijvingstermijn gehanteerd wordt die hier nu voorstaat. En dat sluit ook aan bij de realiteit. En ik denk dat dat altijd goed is. Voldoende reactie, de heer Bouwers? Nou, ik stel er nog een schriftelijke vraag over, dat is technisch en dan komen we er wel op terug. Dank u wel. Dan hebben we 6A14. Mevrouw Vissering, VVD, dat is de brief van de GGD Drenthe in zaken Veilig Thuis Drenthe. Onderwerp wat al eerder naar voren kwam vanavond. Ja, dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld dat wij het werk van Veilig Thuis Drenthe bijzonder zinvol vinden. En dat we het fijn vinden dat het nu structureel geregeld is. Maken we ons toch wel zorgen als we dit lezen. We hebben een beetje de indruk dat de genoemde bedragen nog maar het topje van de ijsberg is. Uit de brief blijkt dat er in de toekomst structureel nog meer geld nodig is voor Veilig Thuis Drenthe. En wij zijn bang dat deze bedragen gaan worden nog steeds groter gaan worden en dat wij die als gemeente moeten gaan dragen. En onze vraag is dan ook, is er een grens aan deze bedragen of komt het op ons pad en we hebben te volgen en te betalen? Als u zegt er is een grens en de politiek besluit dat er een grens is, dan is die er. Zo simpel is het. De opdracht van Veilig Thuis Drenthe vraagt nu de investeringen die we nu moeten doen. Die is belegd bij de GGD, want de Drentse gemeenten kunnen het geen van allen zelf of alleen. De meest voor de hand liggende partij was dan ook de GGD. Als we naar de vergelijkingen kijken in Nederland, dan doen zich overal precies dezelfde financiële en hulpverleningsvragen voor. Dus we zullen eigenlijk pas na een aantal jaren goed kunnen zien hoe VTD zich ontwikkelt.
En u ziet ook aan het eind van de brief. Wij moeten als de bliksem werken aan preventie en voorkomen. Anders, dat is eigenlijk de enige echte manier om A, de vraag te beteugelen en dus ook de kosten in de hand te houden. Dus we zullen echt met, samen met mijn collega van jeugd, opvoedingsvragen, inkomensvragen, schuldenvragen, alles wat maar tot ellende leidt, zullen we integraal preventief voorkomend aan moeten pakken. Willen we echt dit in de hand houden. Dank u wel. Is dat voldoende antwoord? Nog een aanvullende vraag? Worden wij daarvan op de hoogte gesteld, op de toenemende kosten tussendoor? Of zijn er afspraken over gemaakt om de Raad erover in te lichten? De heer Brink? Ja, u wordt eigenlijk van de hele GGD-dossier voortdurend op de hoogte gehouden. U bent er ook altijd als Raad heel, heel alert op. En de GGD en wij als als gemeentebestuur proberen u daar zo zorgvuldig mogelijk over te informeren. Ten meer ook omdat we weten dat er een hele wereld schuil gaat achter wat de GGD allemaal doet. En dat dat soms niet altijd in de publiciteit komt, maar wel van buitengewoon belang is. Want u ziet VTD zelden in de publiciteit als het goed gaat. Maar als er iets misgaat, dan staan we er onmiddellijk. Terwijl de VTD een enorme belangrijke pijler is voor het veilig opgroeien van kinderen, waar wij ook als gemeente een belangrijke bijdrage in kunnen leveren. Voldoende? Of een laatste misschien? Volgens mij heb ik dat ook duidelijk gemaakt dat wij daar als fractie ook zeer positief tegenover staan. Goed, om dat nog even te benadrukken dan. De heer Hoedemaker, D66. In de commissievergadering van juni hadden we het hier ook al over. En toen heeft u aangegeven dat de VTD nog geen wettelijke basistaak was en nog met additioneel geld gefinancierd werd. Het lijkt nu een verschuiving plaatsgevonden te hebben in deze zomer, want het wordt nu wel een basistaak en althans het wordt met structureel geld gefinancierd. Ik heb er eigenlijk wel behoefte aan om dit inhoudelijk te bespreken. Dus ik zou het graag of agenderen voor een volgende commissie, maar ik kan me ook voorstellen dat we hier besluiten om gebruik te maken van het aanbod dat de GGD doet, waarin ze zeggen van we komen het graag nog eens een keer bij uitleggen. Zelfs een combinatie mogelijk natuurlijk. Hè? Als u aangeeft, heel graag. Als u aangeeft wat het mooiste is dan om richting te geven natuurlijk aan die bijeenkomst, zeker als er een externe partij komt, om dat zo gericht mogelijk aan de agendacommissie aan te geven. Dan kunnen we kijken, afhankelijk van uw vraag of verzoek, of we daar een combi of iets alleens voor organiseren. Geweldig. Voorzitter, ik denk, als ik mag, voorzitter, dat dat gewoon een heel goed voorstel is. U zit hier met heel veel nieuwe raadsleden. Het is echt een ingewikkeld onderwerp. Het is niet alledaagse onderwerp, dus ik denk dat het een goed voorstel is om het te combineren, hè, dus te agenderen voor de commissie, met een inbreng ook van de GGD. Oké, dus ja, ik dacht even dat het naar een soort van informatieavond toe ging, maar ik hoor nu agenderen voor de commissie. Dat was mijn verzoek. Een informatieavond is natuurlijk wat minder publiek. Mag ik daar nog eens op terugkomen? U doet een verzoek, ja? Als u wilt. Goed, en dan kijken we wat past. Ja. Uw buurman, de heer Stoker van het PAK. Voorzitter, voor mij was de vraag van, ik zou heel graag op die uitnodiging inderdaad van de GGD willen ingaan om, zeg maar, om ze langs te laten komen. Nou, dat wordt in werking gesteld. Misschien is het goed dat we inderdaad ook gezamenlijk even overleg hebben welke vorm. Want het thema gekoppeld aan uiteindelijk ook een commissievergadering, dat lijkt me misschien heel erg goed. Dat, in feite ben ik al op mijn wenken bediend. Dank u wel. Dank u wel. Verder nog op dit stuk niets. Dan zijn we toe aan 6A17 volgens mij. Nee, inderdaad. Ja, klopt. 6A15. Vragen. 6A15. Niet. 6A16. En dan als laatste. Ja, 6A16. De heer Mulder, BBC. Voorzitter, het viel ons op dat in de begroting en de meerjarenraming geen noemenswaardige verhogingen van de kosten te bespeuren zijn. Terwijl er nu
juist nu een begrotingswijziging nodig is, aangezien de kosten kennelijk hoger uitvallen. Heeft men bewust gekozen voor deze methode van begroten? Het gaat over de veiligheidsregio. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Uw bouwmeester. Nu doelt u op de wijze van begroten van de VRD? Ja, als ik naar de meerjarenraming kijk, ja. Dan zie ik dat overal netjes dezelfde getallen ingevuld zijn. En nergens rekening gehouden is met de indexatie of iets dergelijks, met kosten en andere plannen. Dus het viel mij gewoon op. Dus vandaar. Ik zou bijna het woord technisch in de mond nemen, maar ik neem tenminste aan dat de grondslag van de begrotingsbenadering is geweest die hier zichtbaar is. Maar dan zou ik ook zou u wellicht kunnen terugvinden in de begroting. We kunnen nog wel even navragen. Ik zou wel adviseren om hier een technische vraag van te maken en schriftelijk te stellen. Dan krijgt u ook een antwoord van de heer bouwmeester of daarachter van de regio. Ja? Dank u. Verder nog over 6A16. 6A17. Ja, de heer Mulder, BBC. Dat gaat over publiek vervoer Groningen-Drenthe. Precies. We zien binnen het openbaar vervoer de oprichting van een nieuwe organisatie. Die gezamenlijke gemeente is ongeveer 800.000 euro per jaar kost. En ook de gemeente Coevorden die levert daar een bedrag in, ik geloof van 2,7%. Onze vraag is, wat voegt deze nieuwe organisatie precies toe? We hebben toch al een OV-bureau Groningen-Drenthe, die overigens ook weer 15%, 120.000 euro bijdraagt in de nieuwe organisatie. Verder houdt onze vraag bezig hoe heeft het openbaar vervoer dan kunnen functioneren in de voorbije jaren zonder dit bureau. De heer Huizing, wethouder. Voorzitter, ik stel voor dat ik een korte beantwoording probeer te doen. Als dat niet voldoende is, dan stel ik voor om daar even op een andere manier mee om te gaan. Ik denk dat wat we uit elkaar moeten houden is openbaar vervoer, wat niet hetzelfde is als publiek vervoer. Publiek vervoer is eigenlijk het openbaar vervoer gecombineerd met het doelgroepenvervoer. Dus het leerlingenvervoer, het WMO-vervoer, nou ja, noem dat hele rijtje maar op. En om juist de dienstverlening of de service aan de inwoners van ons gebied zo hoog mogelijk te houden, is besloten om juist te gaan kijken waar die twee gebundeld kunnen worden. We zien gewoon op sommige lijnen zien we dat het aantal mensen in een bus te laag is om een bus te laten rijden. We zien tegelijkertijd dat er heel veel ritten plaatsvinden met taxis voor het doelgroepenvervoer. En het idee is dus geweest om te gaan kijken van kunnen we dat niet gaan bundelen. Nou, dat is ook een van de redenen waarom wij als gemeente hebben gezegd van dat lijkt ons een goed idee. Maar waarom ook het OV-bureau hier geld in steekt. Want ik denk dat we door juist die combinatie te gaan zoeken, dat we de dienstverlening, de service voor onze inwoners, dat extra plusje kunnen geven. En dat is de insteek hiervan. En als u de ins en outs wilt weten, dan denk ik dat we even moeten kijken of we daar op een andere manier in kunnen voorzien. Wij zagen alleen zo opeens een nieuwe oprichting van een nieuwe organisatie. Misschien dat ik een stukje geschiedenis mis, maar dat was wat wij zagen. En een aanzienlijk bedrag. Dus vandaar deze vraagstelling. Begrijpelijke vraagstelling. En als daar meer informatie gewenst is, dan weet u waar u het nu kunt vinden. Dank u. Verder nog over het publiek vervoer. Geen vragen. Dan sluiten we hiermee dit agendapunt af. En zoals gezegd, verzoeken voor agendering of andersoortige wensen, technische vragen, zien wij graag tegemoet. We vinden een wisseling van de wacht plaats. Voordat wij doorgaan met agendapunt 7. En agendapunt 7, dat betreft een brief van het college van BMW verzonden op 29 mei 2018 in zaken de gewijzigde bedrijfsregeling Dutch Tech Zone. Die is de vorige keer in de commissie aan de orde geweest. En er is een verzoek gedaan om hem te agenderen door D66 en het PAK. Is binnengekomen vanaf het PAK. Dus ik denk dat ik de heer Stoker het woord geef.
Dank u wel, voorzitter. En ook dank dat hij geagendeerd is voor vandaag. We hadden natuurlijk ook de vorige keer gewoon door kunnen laten gaan. Maar het is duidelijk dat deze raad, in ieder geval het PAK, de bedrijfsregeling zoals die is geformuleerd, gewoon van belang vindt. En ook vond om daar zeg maar zo snel aan voorbij te gaan. Voor ons ligt een voorstel op basis van evaluatie. En daar heb ik gewoon een aantal vragen over ter verduidelijking. PNO is degene geweest die het onderzoek heeft verricht, het evaluatierapport heeft geschreven en een oordeel moest geven over de cijfers van het programmabureau en een advies moest geven over eventuele wijzigingen en aanpassingen van de regeling, want dat behelst ook het raadsvoorstel. Er zijn een paar dingen die daar weer opvallen. Ze geven aan geen gesprek te hebben kunnen voeren met afzonderlijke subsidieaanvragers, geen inzicht te hebben gehad in specifiek toegekende afgewezen subsidieaanvragen, geen informatie over de hoogte en detaillering van de uitvoeringskosten van de bedrijfsregeling vierkant voor werk. Ze hebben daarop geen conclusies getrokken en daarnaast is PNO kritisch over de gegevens van het samenwerksverband Noord-Nederland, omdat de aangeleverde gegevens te beperkt zijn. Immers, zolang er geen eindresultaat is, en ik citeer, zegt dat toch nog niets over het succes van de aanvragen. Wat dus wel bijzonder is, is dat dus voor ligt een regeling waar een aantal aanpassingen op plaatsvinden op basis van deze gegevens. Nou, dat roept op zijn minst in ieder geval vraagtekens op. Is daarmee, zeg maar, voor het PAK reden om te zeggen van, nou, we zijn falikant op tegen, helemaal niet. Maar we hebben wel een aantal vragen, ook een aantal opmerkingen die we met u willen delen. Zo vinden we bijvoorbeeld dat het feit dat de drempel voor het midden- en kleinbedrijf voor aanvragen, dat vinden we echt een hele goede zaak. Het is gewoon goed dat ook het midden- en kleinbedrijf wat makkelijker, een beroep kan doen op de regeling. Tegelijkertijd is er ook een redenatie om de investeringssubsidie op leegstaande gebouwen om die af te schaffen. Nou, dat levert dan wel weer een vraag op. Betekent dat nu dat leegstaande gebouwen ooit ook daadwerkelijk nog weer bedrijvigheid gaan krijgen? Want de ervaring leert toch ook dat leegstaande gebouwen, langs leegstaan, steeds minder makkelijk weer te gebruiken zijn. Kijken we naar de adviezen, dan even toch wat onderdelen die daarbij opvallen. We begrijpen dat doordat de bedrijven zowel op de arbeidsplaatsenregeling en de regionale investeringsregeling Drenthe dit ten koste gaan van de effectiviteit van het beschikbare budget. Vraag aan de wethouder, kan die aangeven wat hier nou mee precies wordt bedoeld? En kan de wethouder ook aangeven om wat voor bedrag het hier gaat, waarbij bedrijven op beide regelingen een beroep hebben gedaan? Want dat is volgens mij wat hier staat. Daarnaast, en dat verbaast ons wel, op basis van de door ons gevoerde gesprekken, ik citeer PNO, constateren we dat de geïnterviewde personen nagenoeg unaniem afraden om het in dienst nemen van werknemers uit kwetsbare groepen extra te waarderen. De vraag die we daarbij hebben is dat als we kijken naar de oorsprong van vierkant voor werk, dan is met dit sectorplan was de bedoeling om 900 werklozen en met werkloosheid bedreigde mensen te plaatsen in kansrijke beroepen. Als we dan ook nog onze eigen ambities hebben als het gaat om de participatietransitie op lokaal niveau, dan zou je dus juist verwachten dat de inspanningsverplichtingen jegens die kwetsbare groep juist wel degelijk ook in het plan worden vastgehouden. Maar het kan toch niet zo zijn dat we hierbij vierkant voor werk aan voorbij gaan. Als punten helpen om hier stappen in te zetten, dan moet je ze dus ook niet willen afschaffen. Graag een reactie van de wethouder. Misschien, u hebt nog meer vragen? Ik heb nog één vraag en dan ben ik ook klaar. Oké. Een hele korte vraag. Dan moeten ze misschien wel even in de volgorde herhaald worden om de wethouder even gelegenheid te geven om, en ook aan ons. De wethouder knikt steeds in stemmen, dus ik denk dat hij mij wel kan volgen, anders hoor ik dat graag. Was er sprake van een puntentoekenning aan bedrijven die ook inzetten op duurzaamheid. En nu wordt er voorgesteld om tot een nulpunten te komen voor duurzaamheid, omdat men zegt, ja, duurzaamheid is zo'n containerbegrip. Ik denk dat het inderdaad ook steeds duurzaamheid is een containerbegrip. Maar in plaats van dan maar te zeggen we schaffen dat dan af, zou je ook misschien met elkaar kunnen gaan specificeren van wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid. Zodat je ook bedrijven die daadwerkelijk willen investeren in duurzaamheid in deze regeling ook punten kunt gaan toekennen. Nou, wat mij betreft zijn dat de vragen voor de verduidelijking. Ik hoop dat de wethouder ze mee heeft geschreven. Ik denk het haast voor wel. Graag een reactie. Dank u wel. Dank u wel. In ieder geval allereerst een opmerking. Het is geen voorstel. Het is een ingekomen stuk. Dus het is een besluit wat ergens anders al is genomen en waar wij verder ook geen beslissingsbevoegdheid in hebben. Dus daarvan kennis nemen is het enige wat we kunnen doen. Natuurlijk kunt u hem agenderen en vragen stellen. Ik denk dat het goed is om de vragen nog even
puntsgewijs bij langs te gaan, zodat er gericht antwoord kan worden gegeven op de vragen die u heeft gesteld. Want u begon met een lange inleiding over bijvoorbeeld de grens midden- en kleinbedrijf en de leegstand. Maar ik weet niet of dat nog, of u daarbij reactie vraagt van de wethouder, want ik hoorde daarin geen vraag bijvoorbeeld. Dus misschien dat u toch nog even de vragen en dan vraag en dan de wethouder de gelegenheid geven om het antwoord te geven en dan de volgende vraag. Dat lijkt me het beste. Prima. U heeft inderdaad gelijk dat wij geen invloed hebben op de inhoud. Tegelijkertijd wordt wel van deze raad een om financiële bijdrage gevraagd. Ja. Dat was ook het dilemma en daarom ben ik ook blij voor de ruimte die mij wordt geboden om hier wel op in te gaan. De eerste vraag die ik volgens mij concreet heb gesteld ging met name over het afschaffen van de investeringssubsidies op leegstaande gebouwen. Met name zo van, betekent het nu niet dat leegstaande gebouwen ook straks blijven leegstaan in plaats van dat daar, zoals nu in de regeling is opgenomen, bedrijvigheid kan plaatsvinden. Dat is vraag 1. Is wie is? Nou, op zich wel een begrijpelijke vraag. Ik wil in zijn algemeenheid wel opmerken dat we deze toelichting natuurlijk graag verstrekken. Omdat we ook elkaar beloofd hebben dat we elkaar op de hoogte zouden houden. Ook vanuit het college van hoe de ontwikkelingen zijn. En dat dit soort rapporten, dit evaluatierapport, maar je hebt ook al eerder een verslag gehad, dat we elkaar daarmee op de hoogte zouden houden. Als het gaat om die leegstaande panden, ja, er is natuurlijk wel nadrukkelijk gekeken naar waar zit nou de behoefte van dat bedrijfsleven. En daar zijn mensen wel op bevraagd. En het is niet alleen maar zo dat er een rijtje mensen genoemd wordt. We hebben natuurlijk ook onze bedrijfscontactfunctionarissen. Die hebben ook een belangrijke signalerende functie. En die hebben ook allerlei informatie wel opgehaald. Alles overwegende kom je tot een besluit om de regeling aan te passen. En wat wij daarin gedaan hebben, ja, is dan ook simpelweg wel bediscussieerd. Niet klakkeloos overgenomen, maar we hebben wel het advies van een wat ons betreft kundige partij daarin gevolgd. Dus ja, als we kijken naar hoe nou die subsidieverstrekking heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode, als het dan gaat om leegstaande panden, ja, dan was daar bijna niemand die daarop scoorde. Dank u wel. De volgende vraag. De volgende vraag gaat over die arbeidsplaatsenregeling en de regionale investeringsregeling. Kan de wethouder aangeven wat hiermee wordt bedoeld, namelijk dat het ten koste gaat van de effectiviteit van het beschikbare budget? En punt 2, kan de wethouder aangeven om wat voor bedrag het hierbij gaat, waarbij bedrijven op beide regelingen beroep hebben gedaan, wat de reden is geweest om die koppeling uit elkaar te halen? De tweede vraag, het tweede deel van de vraag lijkt mij technisch. Maar goed, misschien dat dit getal wel zo uit de mouw geschud kan worden. Dat kan ik helaas ook niet zo uit de mouw schudden, maar begrijpelijke vraag. Ik moet daar wel op terugkomen. Maar ik denk dat het, omdat ook in de investeringsregeling al een optelling zat van het aantal arbeidsplaatsen, hebben we gemeend dat niet nog eens te moeten belonen. En dat is wel de situatie. In dit geval. En als we kijken naar de prioritaire sectoren, dan gaat het ook vooral om investeringen die je doet. Ook om bijvoorbeeld productiecapaciteit te moderniseren. Als je kijkt naar HTSM bijvoorbeeld, ja, dan willen we daar graag investeringen in hebben. En dan gaat het in combinatie wel om arbeidsplaatsen, maar het zou dan niet alleen om arbeidsplaatsen moeten gaan. Dank u wel. Heer Stoker. Ik neem aan dat als u dat bedrag wilt weten, of is dat nu toegezegd dat het uitgezocht wordt? Of... Uiteraard. Oké, dat bedrag krijgt u. Voorzitter. Dan met name nog wel dat punt. Daar heb ik geen vraag. Ik heb volgens mij niet als vraag geformuleerd, maar ik wil wel graag een reactie. Dat ging met name over de groep. Als we zeggen van met het sectorplan willen 900 werklozen en werkloosheidbedreigde mensen of geplaatst in kansrijke beroepen doen. Dat er nu wordt afgeraden om het in dienst nemen van werknemers uit kwetsbare groepen extra te waarderen. Dat is wel voor mij een belangrijke. Ik weet er nou even. Daar wil ik gewoon graag een reactie op. Nou, we hebben twee verschillende programma's daarin. We hebben de vierkant voor werkbedrijvenregeling. Maar we hebben ook nog een arbeidsmarktregio waarin het geld beschikbaar is, juist voor die kwetsbare groepen. En ik denk dat die regeling meer, of dat in ieder geval de middelen vanuit de arbeidsmarktregio veel meer gericht zijn
op die kwetsbare groepen, dan dat je hier dat nog eens extra aan zou moeten verbinden. En dat is ook wel opgevallen. Dus ja, ik denk dat dit toch ook wel een logische keus blijft om het dan maar zo te doen. Maar goed, ik snap ook wel, we hebben met elkaar natuurlijk wel zorg te dragen dat ook de kwetsbare groepen verzorgd worden. In die zin dat we ze proberen zoveel mogelijk te helpen aan een baan. Ik begrijp dan inderdaad dat die arbeidsmarktregelen, die middelen, dat die daar meer geschikt voor zijn. Nou ja, goed, ik denk dat dat specifiek de rol is van de arbeidsmarktregio zelf. Daar ligt gewoon een taakveld wat zij bestrijken. Voldoende antwoord op de vragen. Ja. En die ging inderdaad over de nulpunten die in zaken duurzaamheid. Ja, staat de wethouder duurzaamheid. Ja, en dat is eigenlijk al een reden aangegeven waarom dit wat lastig is om daar punten voor te geven. De discussie over duurzaamheid hebben we ook ervaren in de afgelopen regeling. Dat het ontzettend lastig is om daar een goede definitie voor te vinden. Op het moment dat je daaraan begint, dan blijf je die lastige discussie houden. Ik denk dat, ik weet eigenlijk wel zeker dat gekozen is om dan duurzaamheid, omdat daar ook wel verschillende andere regelingen voor zijn waar men een beroep op kan doen, om duurzaamheid toch buiten deze investeringsregeling te laten. Om toch te voorkomen dat je wel in die discussie terechtkomt. Want die ging echt heel breed. En daar kwamen ook wel wat meer onwenselijke zaken uit, heb ik begrepen. En dat is ook de reden dat we gezegd hebben, dat moesten we maar niet meer doen. Dank u wel. Voldoende beantwoording? Ja, hartelijk dank voor de beantwoording. Dat was super, dank u wel. Hebt u verder nog een bijdrage in gedachten voor de andere raadsleden wellicht ten aanzien van dit stuk? Nee, ik heb natuurlijk al aangegeven dat wij nog steeds achter de regelingen staan en dat wij het van belang vinden om dit soort vragen toch te kunnen stellen. Dank ook voor die ruimte. Maar wat ons betreft prima. Ja, ja, wat verhelder. Ik wil ook wel bij aantekenen dat we de nieuwe regeling, hè, zoals die nu al opengesteld is, vanaf volgens mij begin juni, dat we die uiteraard ook voorbesproken hebben. Ook met de ondernemersverenigingen. En dat we daar ook eigenlijk weinig wanklank op hebben gekregen. Ik ga ervan uit dat de regeling weer goed benut wordt in onze regio. Dank u wel. Dan sluiten we. Ja, toch reactie. Ja, mevrouw Sieber. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, natuurlijk. Dank u wel. Ik begrijp uit het stuk dat het vooral een evaluatie is van de werkingen van de regeling. En dat daarom ook de regeling is aangepast. Volgens mij wat is eerder gehad over de uitkomsten van die regeling. Kunnen jullie nu al aangeven hoeveel plekken dit heeft opgeleverd puur door die regeling? En wat eigenlijk het gevolg is van de werking van de economie? Is dat bekend? Ja, dat is bekend. En volgens mij staat daar ook wel iets over benoemd. Hè, dat het zo'n 400 arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. En dat dat ook banen zijn die passen bij die investeringsregeling of bij die APR. En dus daar hebben bedrijven punten op gescoord. Dat betekent dat ze binnen die regeling vallen. En wat PNO constateert is dat deze regeling ook bijgedragen heeft aan die economische structuurversterking. En dat is ook een conclusie die zij stellen. Nou, die kunnen wij natuurlijk alleen maar onderschrijven gezien de investering die wij ook hier in onze eigen gemeente hebben zien plaatsvinden. Bij een aantal bedrijven. Maar belangrijk is dat we daarin natuurlijk die regionale gedachten vasthouden. En we hebben die investeringen, ook gezien het feit dat er heel veel aanvragen zijn geweest en dat we gewoon budgettekort kwamen in de eerste aanvraagronde, hebben we gemeend om daar echt extra geld voor beschikbaar te moeten stellen. Dus is het een succes? Nou, volgens PNO is het een succes en volgens ons is het ook een succes. Maar jullie hebben niet naar aanleiding van die investeringen, hè, is het zo dat de bedrijven die deze regeling hebben benut, als ze die niet toegekend hadden gekregen, toch ook wel die investering hadden gedaan? Is dat bekend? Ja, dat is voor een deel zal dat bekend zijn. En ik weet wel een aantal bedrijven zeggen, ja, we hadden misschien de investering toch wel gedaan. Maar nu hebben we een nog betere positie. En misschien heeft dat ook wel toegeleid dat ze nog iets meer
mensen in dienst zouden kunnen nemen. Of dat ze nog iets verder zijn gegaan in het doorontwikkelen van hun productieproces, zodat de continuïteit nog meer gewaarborgd is op termijn. En dus ik denk dat de investeringen die zijn gedaan aan alle kanten hebben geholpen aan die structuurversterking. Dank u wel. Misschien niet overtuigd, maar de vragen zijn wel beantwoord. Meneer Hoedemaker, u had volgens mij ook nog vragen. D66. Ja, er is één ding wat me bezighoudt in uw beantwoording van de vragen van Stoker. En dat is in drie gevallen geeft u aan van er is al een andere regeling die ziet op het aanjagen van investeringen op het punt van kwetsbare groepen, van personeel en... U noemt ook duurzaamheid en u zegt van nou duurzaamheid dat was in deze, was dat niet heel, was het zelfs heel slecht geborgd. Nou, die kan ik helemaal begrijpen. Maar die twee andere, waar het gaat om personeel en kwetsbare groepen, dan denk ik van, maar misschien is het heel naïef van me gedacht. Van op het moment dat je dat ook in deze regeling opneemt, versterkt dat dan niet het effect? Precies. Ja, je kunt natuurlijk van alles en nog wat in de regeling gaan opnemen. Maar van belang was, en dat is ook het advies wat we gekregen hebben, om te werken aan een structuurversterking, economische structuurversterking bij de bedrijven. En dan kun je daar wel aan koppelen dat je ook voor de wat mindere doelgroepen moet gaan zorgen. Maar dan wordt het wel een hele complexe situatie. En wat ik net al heb gezegd, daarvoor zijn ook andere middelen beschikbaar en andere routes beschikbaar om daar invulling aan te geven. En ik denk dat deze regeling vooral gericht is op het bedrijfsleven om investeringen uit te lokken. En zo is het ook in essentie benoemd. Dank u wel. Voldoende beantwoording, meneer Hoedemaker. Ik zie u denken. Ja. Dat ziet u goed. Want ik zie dan even niet waarin een investering in personeel of een investering in kwetsbare groepen of een, desnoods een investering in duurzaamheid geen investering is. Het is niet dat ik u niet wil begrijpen, maar... Nou ja, kijk, ik heb niks uitgesloten. Het is alleen niet op die manier in de regeling opgenomen. Het is dus aan de bedrijven zelf om daarin een keuze te maken als ze zich wat meer willen richten op die kwetsbare groepen. En zeker in een wat krimpende arbeidsmarkt zie je... dat ze dat ook wel doen. Dus ja, om dat nou in deze regeling, die daar eigenlijk niet voor bedoeld is in essentie, om daar dan toch voorwaarden voor op te nemen, nou, dat zou op zich ook wel bijzonder zijn. Oké. Dank u wel. Verder nog opmerkingen te maken over dit ingekomen stuk? Anders gaan we door naar het volgende agendapunt. En dat laatste gaan we dan maar doen. Agendapunt 8... Volgens mij, met even weer een wisseling. Dat betreft een voorstel van het college in zaken de afgifteverklaring van geen bedenkingen en het oprichten van zonnepark op agrarische gronden. Het voorgesteld besluit luidt 1. Conform voorstel verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven. En tweede bij te bepalen dat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat. Indien tegen het ontwerp van deze verklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend. Vragen naar aanleiding van dit raadsvoorstel. De heer Bonkers, VVD. Wij zijn blij met de locatie van dit zonnepark. Zonnepark wat... niet echt zichtbaar is op deze locatie. Maar we hadden wel een vraag. Bijvoorbeeld, is deze, met de komst van dit zonnepark, die 100 hectare die in het beleidsplan staat, ook voldaan? Of kunnen we nog meer verwachten? De heer Huizing, de 100 hectare. Dit zonnepark is meegenomen in de 100 hectare. Er staat nog een... aanvraag op de agenda, zoals u weet, loopt er nog een aanvraag. En volgens mij is er nog eentje die u nog niet eerder behandeld heeft en die nog niet vergund is. En dan zitten we aan de 100 hectare. Voldoende duidelijk. Dank u wel. Heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. In de toelichting geeft Kronos een voorzet hoe zij een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke uitvoerbaarheid. En noemt hij een deelname aan de zogenaamde
postcode-roos en maximaal 10% van het oppervlak. Of het meeliften van inwoners van Koevoorde ook meedoen met collectieve inkoop. Waardoor men dan tegen inkoop kostprijs geleverd kan krijgen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke interessant wat zij daar in hun voorstel schrijven. Vraag aan de wethouder is, kan de wethouder aangeven hoe en op welke wijze dit dan georganiseerd gaat worden? Gaan we daar een actieve rol in vervullen? Want dit is natuurlijk gewoon, denk ik, een heel mooi aanbod wat een bedrijf met een omzet van 860 miljoen, geloof ik, op jaarbasis, 60 parken over de hele wereld verspreid, aan de gemeente volgens mij in dit voorstel doet. Het aanbod van Kronos, de heer Huizing, portefeuille. Nou, volgens mij inderdaad een mooi aanbod aan een bedrijf wat geld verdient aan de zon. Nou, dat, volgens mij prima. Ik denk dat het aanbod, zo heb ik hem opgevat, hij is gericht aan de inwoners van Koevoorde. En volgens mij is het ook vooral aan Kronos om dan te gaan kijken hoe. En wij zijn uiteraard graag bereid om met Kronos daarover mee te gaan denken hoe dat op de beste manier kan. Maar mijn ervaring is dat de meeste ontwikkelaars daar al de nodige ervaring mee hebben en dat ook prima kunnen. Dus ik wil het initiatief daar ook vooral bij Kronos zelf laten om dat op een mooie manier te gaan doen. Maar als ons gevraagd wordt om daarin mee te denken, omdat wij de Koevoorde situatie misschien wat beter kennen dan Kronos, dan heel graag. Aanvullende vraag. Aanvullende vraag. Dan vraagt de wethouder toch om Kronos te kennen te geven dat we daartoe bereid zijn, zodat ze misschien ook daadwerkelijk met een voorzet gaan komen hierin. Heer Huizing. Ja, prima. Maar sowieso die participatie is overigens, het is geen vrijblijvend iets. Dat zullen andere ontwikkelaars ook kunnen bevestigen. Dat is wel iets wat wij ook voorschrijven dat het moet gebeuren. Ik hoor dat erop wordt toegezien. Goed, nog vragen? Ja, de heer Soppe, BBC. Na het veelbesproken plan Wateringen komt in één keer Hulteweg uit de grote hoed. Bij ons eigenlijk bij de fractie niet bekend. En eigenlijk al een beetje aansluitend op de vraag van de heer Bonkers. Volgens mij is er voor een aantal jaren geleden een beleid dat 100 hectare in 20 jaar. En hoe ver staat het vast? Want volgens onze berekeningen kwam na het plan Wateringen was er nog 10 hectare te vergeven bij Ossehaar. Dus in hoeverre gaan we nu over die 100 hectare heen en waar stopt het? Het rekensommetje opnieuw van de 100 hectare, de heer Huizing. Bijna technisch zo langzamerhand. Ja, voorzitter, ik ga ook niet alle parken weer bij langs. Het beleid, overigens, het ontwerpbeleid is alleen nog maar vastgesteld. Daar zijn zienswijzen op ingediend. Dus binnenkort verwachten wij dat wij het definitieve beleid waarin die 100 hectare geregeld wordt, dat die wordt vastgesteld. En dan is 100 hectare is de bovengrens. Dus dan mag u er ook van uitgaan dat wij daar dus niet overheen gaan. En dat wij gewoon binnen die 100 hectare blijven. En met de parken waarvan wij, en ik weet van één park niet hoe de precieze status is. Maar die is of ingediend of die zal op hele korte termijn worden ingediend. Dat is overigens geen park in het gebied de Watering of daar rondom. Daar weet ik hem dus niet van en de rest is gewoon of ingediend en in behandeling of vergund. Dus dan kunnen we ook heel helder straks aangeven van nou die 100 hectare, de beleidsregels vastgesteld en dit zijn de parken waar het om gaat. En dan tot het moment dat ze allemaal gerealiseerd zijn, betekent dat dus ook dat het sowieso, dan hebben we gewoon voldaan. Dank u wel. Je stopt er nog aanvullend? Duidelijk. Oké, dank u wel. Verdere vragen over dit raadsvoorstel? Niet, dan geef ik het in bespreking. Wil iemand er iets over zeggen? En zo niet, ik zie niemand aanstal te maken, kunnen we het dan doorsluizen als aanbestuk naar de raadsvergadering? Dat gaan we dan doen, dank u wel. Dan hebben we agenda punt 9, wij blijven nog even bij de zon. Coördinatieregeling Zonne Akker de Watering. Het voorgesteld besluit daarbij is 1. In te stemmen met de beantwoording van zienswijzen zoals opgenomen in de bijbehorende nota van zienswijzen. 2. Het ontwerpbestemmingsplan Zonne Akker de Watering Koevoorden ongewijzigd vast te stellen. 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. En 4. Kennis te nemen van het gebruik van de coördinatieregeling Koevoorden 2012.
Ik constateer dat dit een traject is wat in een verdere fase zit. Maar ook hier kunnen vragen over gesteld worden. De heer Sopper, BBC. Even korte vraag aan de wethouder. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de inpassing in het landschap? Dus in hoeverre hebben de, met name plan Wateringen, wat toch best wel veel besproken is, de inwoners inspraak in de aankleding van het park? De heer Huizing. Nou, inspraak van de inwoners, laten we geen verwachtingen gaan wekken dat er nu een bevoegdheid is voor inwoners om hier wat van te vinden. Waar ze wel vanuit mogen gaan is dat er een inpassing plaatsvindt. Nou, in het bestemmingsplan wordt het ook uitvoerig beschreven hoe de ontwikkelaars dat bedacht hebben. Dus die inpassing die vindt plaats. Maar dat is niet iets waar een heel inspraaktraject of zo bij komt kijken nog. Dat is echt de verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben om erop toe te zien dat de ontwikkelaar dat ook op die manier zal gaan doen. En u verwijst voor de inhoudelijkheid naar het bestemmingsplan? Ja. Sobbe? Ja. Verder vragen over dit voorstel? Geen. Ter bespreking of volgen we dezelfde route als bij het vorige raadsvoorstel? Dezelfde route. Dank u wel. Dan hebben we agenda punt 10. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken de vaststelling van de halfjaarsrapportage. En het raadsvoorstel luidt 1. De halfjaarsrapportage 2018 vast te stellen. En 2. De zesde wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen. Nou, dat is een lijvig stuk. Waarbij de vragenronde misschien wel per hoofdstuk zou moeten, maar dat leg ik even in het midden. Zijn het enkele vragen of wensen we het per hoofdstuk te bespreken? Niet zoveel vragen, dan proberen we het zo even in één keer. Allemaal twee vragen, nou dat moet kunnen. De heer Holtis, BBC. Geef je wel even tijd om op te zoeken. En geef duidelijk aan waar de vraag over gaat. Het gaat om de halfjaarrapportage. Ik heb een tweetal vragen en eigenlijk één opmerking of ik het goed heb gelezen. Pagina 8, onderwijs. Daar wordt aangegeven, allereerst komt er een nieuwe financiële verdeelsystematiek. Deze wordt gefaseerd ingevoerd en dit moet leiden tot meer dan een verdubbeling van ons huidige onderwijsachterstandbudget in 2022. Ik stel me de vraag, moet dat dan niet halvering zijn in plaats van verdubbeling? Dat is vraag 1. En vraag 2 slaat op pagina 4. Nou, laten we eerst even deze vraag afhandelen. Anders betekent het te veel scrollen. Meneer Huizing, onderwijs. Nee, gelukkig, voorzitter, staat het hier goed. Ons budget, wat we als gemeente krijgen voor het onderwijsachterstandenbeleid, dat wordt inderdaad fors verhoogd. Maar zoals in de volgende zin al staat, dat betekent wel, het is niet geld wat we zomaar krijgen en wat we naar eigen goeddunken kunnen uitgeven. Want daar wordt voor een behoorlijk deel alweer een beslag op gedaan. Omdat zowel de doelgroepen, het klinkt altijd naar als het over kinderen gaat, maar het aantal kinderen wat onder de regeling zou kunnen vallen wordt groter. Als ook het aantal uur wat een kind naar een voorschoolse voorziening moet gaan, dat wordt groter. Dus het is, ik denk niet dat we ons rijk moeten rekenen, maar gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken over een veel kleiner budget, maar kunnen we hier straks meer van gaan doen. Nou, verhoging past ook bij verdubbeling, dus dat is dan uit de wereld. En de volgende? Dank u wel, voorzitter. Pagina 34, daar wordt in het tabel weergegeven hoe de algemene reserve zich naar verwachting in de komende jaar zal ontwikkelen. En daar staat nog keurig rente 1,5%. Nou, ik zou er heel blij mee zijn, dus ik stel me even de vraag, hoe realistisch is dat nog anno 2018? Want dan wordt het nog keurig netjes met inflatie rekening gehouden, dus ik heb de indruk dat dat wat bijgesteld zou mogen worden. Dus mijn vraag is, hoe realistisch is dat nog, 1,5%? Heer Zwiers. Dat is toch nog best een lastige vraag, als ik eerlijk ben. Ja, bijna technisch misschien wel. Bijna technisch. Ik moet even kijken wat de grondslag voor die rente is, maar ik mag gebruik maken van de ambtenaar, maar dat zal ik nu even niet doen. Maar er komt wel even een antwoord op. Heel goed, dank u wel. Nog meer aan de linkerkant, geloof ik, mensen die vragen hadden. Meneer Mulder.
Ik heb een algemene vraag over het raadsvoorstel zelf. We hebben daar in de kaderbespreking van de kaderbrief zijn we daar ook al op ingegaan. Van hebben we het nu over incidentele of structurele meevallers. En hieruit constateren we dat er toch best wel veel incidentele meevallers zijn. Maar we afvragen of dat toch niet structurele meevallers zijn. En de vraag is, hoe wenst u daar in de toekomst mee om te gaan? Of denkt u van, nou misschien levert dat toch meer ruimte op in de begroting en kunnen wij daar andere dingen voor doen? Yes, yes. Nou, ik zou eigenlijk willen voorhouden dat we, als we kijken naar de vorige halfjaar resultaten, dat we dan spreken over een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen, als we het hebben over 2017, en dat we het nu hebben over 1,1 miljoen. Dat is al een substantiële daling. Een van de stukjes tekst gaat daar ook op in, dat we steeds beter in controle komen. Dat betekent dat we steeds scherper kunnen budgetteren. En dat ook de kortingen nu bij ons zichtbaar en voelbaar worden. En we steeds dichter bij de waarheid komen, zeg maar, als het om die begroting gaat. Het is nog wel een bedrag, maar het zijn halfjaarcijfers. En het jaar is ook nog niet om. Dus om nou gelijk te constateren van, nou, we hebben een structurele meevaller. We weten dat we open eindregelingen hebben. Dan zou ik zeg maar met een bedrag van 1 miljoen op een begroting van 100 miljoen nog niet direct willen roepen dat daar ook belangrijke structurele meevallers in zitten. De heer Mulder, aanvullend wellicht? Nee, dank u. Oké. Okay. Had u verder nog vragen over de halfjaarsrapportage? Ik heb nog twee vingers voor mij. 19. Daar wordt gesproken over vastgoed en dat de Wilhelmina school gesloopt is en dat inmiddels ook het terrein is ingezaaid. Ik weet niet wat er is ingezaaid, maar geen gras volgens ons, want we hebben alleen maar onkruid geconstateerd. Dat zult u niet hebben ingezaaid. Nou rijd ik dagelijks door de Paasbergstraat. En daar woont de vragensteller ook. En dat gras is ook niet opgekomen in deze droogte. Alle gekheid op een stokje. Het is zo dat we daar wel inderdaad van ingezaaid hebben. Maar het is vrij arme grond, dus we zullen naar moeten kijken van of we zeg maar iets kunnen doen tegen het onkruid. En misschien moet het wel opnieuw. We gaan er even serieus naar kijken. De tuinman wordt op dit probleem gezet, begrijp ik. En misschien dat hij ook nog iets aan de Paasbergstraat. Ik ben van afkomst ben en dat ik in zo'n periode niet ga inzaaien. Daar kies ik een periode voor die daarvoor geschikt is. Goed, genoeg over het gras. Mevrouw Siemen, VVD. Dank u wel, voorzitter. Blijf ook even op pagina 19. Er staat bij de grondexploitaties en vooral bij de bedrijventerreinen gaat het over 99.000 vierkante meter een verkoop. Daarvan is 14.000 vierkante meter verkocht. Dat blijft behoorlijk achter. Alleen dan wordt daar in dat tussen haakjes genoemd inclusief 72.000 vierkante meter ROC. En dan meen ik mij te herinneren dat er in het verleden een PPS-constructie is geweest. En ik vraag me af, waarom wordt het hier vermeld? Bestaat die constructie nog? Of dat, de aanleiding is mij niet helemaal duidelijk. Kunt u helderheid geven? Die constructie bestaat formeel inderdaad nog. Maar daar hebben we wel een deadline aangesteld inmiddels. En die deadline die ligt uit mijn hoofd ergens, ik dacht half oktober. En dan is de vraag, is het dan afgenomen, die grond? Of gaan wij gebruik maken van onze rechten die uit die PBS-constructie voortvloeien? Of komt daar een nieuwe ontwikkeling? In ieder geval willen we kijken hoe vrij we willen zijn met die grond. Het is nog even iets te prematuur om daar nu op vooruit te lopen. Dank u wel. Verder nog vragen over? Nee, dan wacht ik het even af. Ja, en andere vragen misschien? Oké, ik kijk verder naar mijn... Ja, meneer Stoker, pak. Ja, twee korte vragen. Bladzijde 5, als ik het goed heb. Meteoroloog zit weer het najaar. Het bestuurprogramma komt weer het najaar. Kan er ook een datum aan gekoppeld worden wanneer we ook daadwerkelijk het bestuurprogramma tegemoet kunnen zien? Vraag 1. Meneer Bouwmeester. In de Raad van November krijgt u het pakket begroting en bestuursprogramma voorgeschoteld. Dus daar wordt gecombineerd.
En de andere korte vraag? Ja, korte vraag op programma 1, bladzijde 11. De voormalige werknemers van CQ hebben een claim neergelegd. Ik ben geen jurist, dus vandaar ook de vraag. Wat betekent het wanneer een curator ook een gemeente dagvaart? Gebeurt het standaard of heeft de curator dan toch het idee van, nou, er is misschien toch iets aan de hand wat niet deugt? Dus dan heb ik het over nalatigheid of wanbeleid. Wat kunnen we uit een dagvaarding van de curator afleiden, de heer Huizing? Curator, dat staat er al bij, die heeft inhoudelijk nagenoeg hetzelfde bij ons neergelegd als de bonden. Volgens mij is de taak van de curator de zaak zo goed mogelijk af te wikkelen. En als de curator het idee heeft van, hé, wacht eventjes, hier valt misschien nog wel wat te halen, dan mag hij deze stappen kan hij gaan nemen. Dat is op zich geen vreemde stap dat hij doet. Zeker niet als een andere partij al de claim neerlegt. Volgens mij wordt dat het uitwinnen van de boedel genoemd. Verder nog vragen over de halfjaarsrapportage? Links, rechts, niets. Nou, dan geef ik het in bespreking. Of ik doe maar een voorzet, doen wij ook hier. Hetzelfde als met de vorige twee agendapunten, dat wil zeggen hamerslag. Ja, goed, gaan we zo doen, dank u wel. En dan hebben wij agendapunt 11, het voorstel van het seniorenconvent in zaken de vertegenwoordiging algemeen bestuur regio. En het onderwerp. Of het voorgesteld besluit is een lid en een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Euregio te benoemen. Dat zullen we in ieder geval deze commissie niet doen. Dus helaas moet ik misschien twee personen teleurstellen. Dat zullen we in ieder geval in de raadsvergadering moeten doen, want we kunnen hier niet voltallig stemmen. Maar misschien wilt u wel iets over dit raadsvoorstel vragen of daarna zeggen. Dus ik stel maar even aan de orde of er vragen zijn over dit raadsvoorstel. Of wachten we de raadsvergadering af en gaan we dan conform het voorstel stemmen? Ja, de heer Holtis, BBC. We hebben afgelopen donderdag een vooroverleg gehad, fractievergadering doen we altijd voorafgaand. En de heer Nijmanning, Tino, heeft aangegeven dat hij het heel graag wil doen, maar gezien de voorgeschiedenis. En Irene was in het vorige traject een keer reserve en schoof in zoverre nog niet door. Zegt Tino van, nou, het is mij in alle eerlijkheid om het even, want de vertegenwoordiging zal over het algemeen van twee personen zijn. Dus het gaat niet zozeer om het poppetje, is zijn mening. Dus wat ons betreft mag er gerust gestemd worden, zijn we zeer benieuwd. Maar als Tino op plek 2 komt en daarmee ook af mag gevaderd worden, dan zegt hij van, dan vinden we het prima. Dus ik wil die toelichting meegeven om het niet al te moeilijk te maken. Ik hoor een stemadvies. De heer Slob, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, als dat de mening is van de BBC-fractie, dan stel ik voor om nog even met elkaar te overleggen om tot een wat elegantere oplossing dan deze te komen. En hoe stelt u dat overleg voor? Misschien kan het seniorenconvent zich daar per mail nog even over buigen. Oké. Dat is een mogelijkheid. Zeker. En dat kan dan eventueel leiden tot een aangepast raadsvoorstel. Stel ik mij zo voor. Gaan we dat doen? Dank u wel. Als er verder in ieder geval geen vragen of opmerkingen over zijn. Nou, dank voor de toelichting en dank voor het procesvoorstel. Dan gaan we over naar agenda punt 12, vaststelling verslagcommissie van 3 juli. Het is alweer even geleden, 2 maanden, maar zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. Maar zijn er in de vergadering nog zaken? Niet, dan stellen we dat verslag bij deze vast. En dan kan ik overgaan tot agenda punt 13 op een mooie tijd, zodat eventuele jarigen onder ons zich nog kunnen verheugen in een leuke avond. Er is een jarige. Zit op de tribune.
En ik wens u allen wel thuis en tot ziens.